Goedendag, welkom bij een nieuwe Boerenbusiness Marktflits over de zuivelmarkt. Het belangrijkste nieuws van vandaag, hoe gaat Martijn van Dam het Europese geld verdelen? Wat bedoeld is om de liquiditeitsproblemen voor veehouders te verhelpen? In de melkveehoudercasus gaat er een gedeelte naar weidegang en kan een melkveehouder een premie van €750 verdienen. Maar dan moeten wel de koeien in april naar buiten. Nou, je kunt hier vraagtekens bij plaatsen, maar oké. Het geeft ons een beetje beeld waar het heen gaat met de fosfaatrechten. En daarover worden volgens bronnen achter de schermen deze week grote beslissingen genomen. En dat is nodig, want kijken we naar de zuivelmarkt, dan zien we dat prijzen alleen maar verder onder druk zijn komen staan. Boter, min van €6, noteert €264 per 100 kilogram. Volle melkpoeder, min van €8, doet €195 per 100 kilogram. Magere melkpoeder, min van €1, doet €165 per 100 kilogram. De kaasprijs bleef stabiel op een zeer laag niveau, maar het geeft wel aan dat de melkprijs flink onder druk blijft staan.